Met Wim Herink. Dit is hem, de vleesgeworden trefkoelen. Wim Herink. Dit is inderdaad de trots van de trefkoelen. Een sporthal die aan alle eisen van deze tijd voldoet. Ja, dus dat betekent dat we hier morgen aan het opbouwen zijn en niet vandaag. Samen met voorzitter Simon Peerdeman van de stichting De Trefkoelen geeft Wim Herink maar wat graag een rondleiding door het vernieuwde en grootste cultuurhuis van Nederland. Even de technische ruimte binnenlopen. Nee, de machinekamer, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Al die andere vernieuwingen en mogelijkheden, die willen we zien. De Trefkoelen Plus spreken we nu over, hè? Want die plus geeft precies aan dat het meer is dan de oude trefkoelen. Kijk eens, Noah. Ja, alsjeblieft. Met bijvoorbeeld een volledig vernieuwd kinderdagverblijf. En dat gaat allemaal nu naar Zwolle. Een grote en lichte werkruimte voor de historische kring Dalfsen. Maar ook een mooie plek voor de bibliotheek, het consultatiebureau, de breedtesport, logopedie, tai chi en ga zo maar door. En wat wij hopen is dat nu uit deze activiteiten, uit deze gezamenlijkheid, dat daar ook weer nieuwe activiteiten uit ontstaan. Oké, Karambol. Ja, daar komt hij dan. Nog even een klein dingetje. Als je in de trefkoelen actief wilt zijn, moet je wel van oranje houden. Ja, u houdt van oranje? Niet heel speciaal, maar nu het één keer zo gerealiseerd is, dan zeg je toch ja. En ja, zeggen ze in Dalfsen ook tegen de nieuwe bar. Het is gelukt. Om qua vorm en qua uitstraling een bar te creëren die gewaardeerd wordt. En tenslotte, in de trefkoelen zeggen ze ook ja tegen het nieuwe koffiezetapparaat. Van de aarde naar de hemel. Laten we het daarop houden.